Kat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Sneeuwbeelden. Op een dag organiseerde Schilderkat een verkiezing voor het mooiste sneeuwbeeld. De winnaar van de sneeuwbeeldenwedstrijd wint een grote trommel lekkere koekjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk even naar de camera. Lachen, zeg vis! Vis! Kijk, hier hebben jullie een schep. Zo, doe maar net alsof de sneeuw klei is. Ga op zoek naar inspiratie en beeldhouwen maar. Begin! Ja! Ik maak een mooie sneeuwkat. En ik maak een nog veel mooiere sneeuwkat. En ik ook. Boris besloot om ook een sneeuwkat te maken. En Dart ook. En Cupcake. Volgens mij zijn de armen meestal van takjes. En voor de knopen en de ogen gebruik je moeren. Ik heb geen moeren. Mag ik er ook een paar? Mag ik ook? En de neus kun je van een dennenappel maken. Let maar op. Wow. Oké, dan bekijken wij nu alle beelden om te zien wie van jullie die eerlijke koekjes wint. Ik! Oh, eerst moeten wij uitzoeken welk beeld het mooiste is. Maar toen Schilderkat de rij sneeuwkatten zag, had hij geen idee hoe hij daaruit de beste moest kiezen. Wauw, dit wordt nog lastig. Mijn sneeuwkat is de witste van allemaal. Nou, ze zijn van hetzelfde spul, dus ze hebben dezelfde kleur. Misschien kunnen wij wat andere verschillen ontdekken. En op dat moment begon het weer te sneeuwen. Waardoor de sneeuwkatten en de kittycats werden bedekt door een zachte witte deken. Wauw, alles ligt onder de sneeuw. Kijk. Hé, dat doet pijn hoor. Sorry, ik dacht dat jij mijn sneeuwkat was. Nou, als we de verkiezing nog willen houden, dan moeten jullie eerst jullie sneeuwkatten opgraven. Maar sneeuwkatten opgraven uit de sneeuw valt nog niet mee. Hé, waar is mijn sneeuwkat? Hij stond hier. Mijn sneeuwkat is weer in vorm. Oh nee. Dit is er over van die van mij. Oh nee, ze zijn allemaal stuk. We hadden onze beelden thuis moeten maken, jongens. Dan had de sneeuw ze niet kunnen bedekken. Maar Cookie, thuis zouden ze toch direct smelten? Dan maken we ze van iets anders, bijvoorbeeld metaal. Metaal smelt niet. Tuurlijk, dat kan. Maar dan zijn het geen sneeuwbeelden meer, maar eerder een soort robots. Nou dan... Ik weet het niet, maar ik krijg wel trek. Hé, ik moet ineens aan iets denken. Pudding, jouw sneeuwbeeld lijkt precies op een taart. Haha, je hebt gelijk, dat is zo. Er hoeft alleen nog maar een roosje op. Prachtig! Ik ga van mijn sneeuw een hele mooie prinsessenkroon maken. En ik maak een sneeuwruimteschip. En ik maak een sneeuwklauwtje. Dit keer maakte iedere kittycat een ander sneeuwbeeld. Snoepje maakte papa, mama, Cookie, Pudding en zichzelf. Nu alle sneeuwbeelden zo verschillend en mooi zijn, is het voor mij nog lastiger om te kiezen. Maar daar heb ik al iets op gevonden. Iedereen verdient een trommel koekjes voor zijn geweldige beeld. Ik ben zo trots op mijn koekjeswinnaars. Dat is trouwens een van mijn recepten, kinderen. Oh, het is bijna tijd voor het plaatselijke nieuws. Vandaag werd er een sneeuwbeeldenwedstrijd gehouden. Cookie, Snoepje, Pudding, Boris, Dart en Cupcake waren de winnaars. Wat een getalenteerde groep kittens. We zijn op tv. Nu zijn we beroemd. Ze vinden onze beelden mooi. Het bleek dat papa zijn filmpje van de verkiezing naar de nieuwszender had gestuurd. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En zo deelden de kittycats hun beelden met de hele stad en hun koekjes met het hele gezin. Avontuur in de ruimte! Op een avond sneeuwde het zo hard dat de kittens binnen moesten blijven. Echt saai. We moeten iets verzinnen om te doen. Maar wat dan? Hé, kijk. De sneeuw lijkt net op vallende sterren. We doen alsof we in de ruimte zweven. Ah.
Ja, leuk. Hey, luister, we gaan op ruimteavontuur. Oké, we vliegen met de sterren. Wat geweldig. Miauw, 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 miauw. Hey, in de ruimte is geen zwaartekracht, dus we zouden moeten zweven. Ah, oh, ja, dat is zo. Kom mee. Wow, doen alsof je zweeft valt niet mee. Vechten tegen de zwaartekracht is vermoeiend. Oeh. Maar dan bouwen we toch gewoon een ruimteschip om in te vliegen? De kittens gebruikten mama's breikist als het ruim en wat karton als vleugels. Ze pakten een trechter, een garde en wat bagels en plakten dat allemaal op de kist. Ziezo, het ruimteschip was klaar om op te stijgen. Hier spreekt de kapitein van het schip. Maak uzelf gereed voor vertrek. De navigator is klaar voor vertrek, kapitein. Ruimteschip, monteur. Ik start de motor, kapitein. We vliegen! Meteoren recht voor ons, kapitein. Ruimtemonsters! Mama! Papa! We dachten dat jullie hele enge ruimtemonsters waren. Wat zijn jullie aan het doen, malle kittens? Oh, we zijn gewoon op avontuur in de ruimte. Het lijkt meer op een avontuur met Wol. Nou, beginnen jullie maar alvast met opruimen. Het is al bijna bedtijd. Maar wat doen we dan met ons supercoole ruimteschip? Dit ruimteschip is ons levenswerk. Ja. Attentie! Dit is de vluchtleiding voor de ruimtekittens. Ik heb een belangrijke missie die alleen de beste kittens aankunnen. Dit ruimteafval moet direct worden opgeruimd. Anders botst het straks misschien met de kattenplaneet. Hoort u mij? Over. Luid en duidelijk. De ruimtekittens staan tot de dienst. Oké. Wat zullen we doen met al die meteoren? We transporteren ze naar planeet Dressoir. Is een asteroïdenveld. We stoppen ze terug in de juiste lades. Ik bedoel terug in de dampkring. Kijk, die papieren meteorieten. Oh nee, ze zwerven overal. We brengen ze terug naar de ruimteboekenkast. Wow, kijk ze gaan. En al dit rondwarrelende ruimteafval gooien we in vuilniszak het zwarte gat. Wow, wat een hoop ruimteafval. Ik weet al wat er moet gebeuren. We nemen het afval mee op een ruimtewandeling. Het is koud in de ruimte. Trek een ruimtepak aan. Ja, we hebben de kattenplaneet gered van het ruimteafval. Kijk, een stel rare ruimtewezens. Nee, wij zijn het maar, papa. We hebben onze missie geheel volbracht. Haha, dat is mooi. Maar nu is het bedtijd, jongens. Ik kom jullie nog wel een verhaaltje voorlezen over de ruimte. En de drie kleine ruimtekatjes. Dat is leuk! Miauw, 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 miauw! Mama en papa hadden een speciale sterrenhemel gemaakt in de kamer van de kittens. En de kittens luisterden naar papa's ruimteverhalen. Tot zij in hun dromen hun eigen ruimteavonturen gingen beleven. Boodschappen doen. Mama en papa gingen boodschappen doen. En de kitty cats mochten mee. Een pak spaghetti. Bananen. En verse vis. Ik denk dat we nog een wagentje nodig hebben. Hoe lang nog? Ik wil buiten spelen. En ik heb echt heel veel trek. Wacht, we zijn melk, brood en thee vergeten. Nu moeten we alles opruimen. Als jullie opruimen, dan halen wij melk, brood en thee. Goed idee, dan zijn we sneller klaar. Nou, ik denk dat we jullie deze belangrijke taak wel kunnen toevertrouwen. Precies. Papa en ik gaan buiten op jullie wachten. Goed, jongens? Mama gaf ze haar portemonnee, zodat ze konden betalen. Geweldig!
dag! Miauw, 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 miauw! Cookie, als jij nu het brood haalt en Pudding, jij de melk, dan haal ik de thee. Maar het brood was lang niet zo interessant als het speelgoed. En wie denkt er nu aan melk als er snoep is? En over snoep gesproken... Snoepje wist dat ze een heel belangrijke taak had. Maar zo te zien was Cookie dat vergeten. En Pudding ook. Waar is de melk nou? En het brood? We hebben mama's portemonnee. Daarmee zouden we alles kunnen kopen. Melk en brood zijn best saai, maar snoep is te gek. Pudding, maar wat drinken we dan als er geen melk is? Een beker snoep? En Cookie, als we naar huis gaan zonder brood, waar moet mama dan broodjes van maken? Van een speelgoedbus? Oh! Nou goed dan. De Kitty Cats gingen brood kopen, maar er waren heel veel soorten brood. We nemen deze en gaan. Maar dat is een appelcake, Cookie. We zijn op zoek naar gewoon brood. En deze dan? Nee, het moet een bruin brood zijn. Deze dan? Dat is rond. Maar de broodjes die wij altijd eten zijn vierkant. Kijk, deze is vierkant en hij is bruin. Oké, nu alleen nog melk. Maar er waren ook heel veel verschillende soorten melk. Aardbeien. Nee, niet die melk. Chocolade, yummy. Nee, die ook niet. Deze dan? Dat is yoghurt, geen melk. Volgens mij is dit gewone melk. Dan is dat de melk die we zoeken. De moeder van Snuffel werkt in de supermarkt. Pudding, Cookie, kleine Snoefje, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie al grote katjes? Jullie doen al zelf boodschappen. We zijn bezig met een belangrijke volwassen taak. Oh, dat zijn nog eens mooie schaatsen. Kijk. Daar wil ik wel mee naar de ijsbaan. Cool. Jongens, we hebben schaatsen nodig. Maar jullie hebben niet genoeg geld om alles te kopen. Het is of de schaatsen of de boodschappen. Dan nemen we de schaatsen. Oh, wacht even. Als we dat doen, dan hebben we straks een schaatssoepelslunch. Zijn jullie zover, jongens? Eet smakelijk. Schaatssoep lijkt me helemaal niet lekker. En volgens mij zijn schaatsbroodjes nog viezer. We gebruiken mama's geld gewoon voor de boodschappen. Daarom zijn we hier. Mama, kijk! We hebben alles gekocht. Goed gedaan, kinderen. Jullie hebben jullie taak heel goed gedaan. En willen jullie een leuke verrassing? Ik heb kaartjes voor de ijsbaan. Die hebben we gekocht toen jullie boodschap aan het doen waren. Naar de ijsbaan? Dat is te gek. We gaan naar de ijsbaan! Maar we hebben geen schaatsen, jongens. Dat geeft niet. Die kunnen we toch op de ijsbaan huren? Oh, gelukkig! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden hun belangrijke taak goed gedaan. Maar een leuke middag met je familie op de ijsbaan, dat was ook belangrijk. De Kerstman en de Wintervee. Op een winterochtend keken de Kitty Cats door het raam naar buiten. De sneeuw is zowat gesmolten en het is al bijna kerst. Komt de Kerstman nog wel als er helemaal geen sneeuw meer ligt? Nou, dan zorgt de Wintervee daar wel voor. De Kerstman en de Wintervee hebben nog een hoop te doen voordat het kerstfeest is. Dan moeten we ze bij ons uitnodigen, mam. Dan kunnen ze lekker uitrusten en daarna sneeuw en cadeautjes maken. Geweldig! We vragen de Kerstman en de Wintervee op visite. Oh, wat lief van jullie kleine schatten. Papa en ik sturen wel een uitnodiging. Juist. Ja, weet je wat? Ik bel ze direct even. Miauw. Miauw. Antwoord op de raad van de Kerstman. Het spijt ons. Iedereen is druk met de cadeautjes en de sneeuw. Belt u straks nog eens. Fijne feestdagen en een dikke knuffel. Het antwoordapparaat. Het klinkt alsof ze nogal druk zijn. Kom op, vertel! Komen de Wintervee en de Kerstman bij ons langs? Nou, Ja, ze komen strakjes. Allebei. Vanavond. Hoera! Miauw, 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 miauw! Als we ze niet te pakken krijgen, dan verkleden wij onszelf al als de Wintervee en de Kerstman. Wat een goed idee, lieveling. Dan hebben we wel kostuums nodig.
Maar de kostuums waren al bijna uitverkocht. Ik ben bang dat dit kostuum mij iets te klein is. En dat daar lijkt me veel te groot voor mij. Dit kan lastig worden. De Kitty Cats keken vol verwachting uit naar de Kerstman en de Wintervee. Hoera! Ho, ho, ho. Miauw, kleine kittens. De Wintervee is in het echt veel groter. Tja, maar ik ben dan ook dol op feestelijke etentjes. Oh, dat is onze papa ook. Hey, je lacht ook net als onze papa. Nou, op de Noordpool waar wij vandaan komen, lacht iedereen op die manier. Zullen we gezellig een kopje thee drinken? Doe voorzichtig, het is heet. Waarom klinkt de kerstman zijn stem net als die van mama? Oh, dat is omdat de kerstman veel meer van koude drankjes houdt. Van warmte gaat zijn stem omhoog. En dan doen we nu samen de sneeuwdans. Hebben jullie daar een beetje zin in? De sneeuwdans, ja! Want dan begint het weer te sneeuwen. Zo te zien hebben ze niks door. Ze hebben ons niet herkend, liever. Je ziet er goed uit met die vlecht. Laat je haar maar groeien. Hey, Kerstman. U danst alsof u boordevol energie zit. Zo te zien bent u weer helemaal uitgerust. Betekent dat u nu ook weer de energie heeft om het buiten te laten sneeuwen? Sneeuwen? Oh. Ga weg, Bart. Hey, dat is gewoon onze papa. Ja, en dat is gewoon onze mama. Ik wist al de hele tijd dat jullie het waren. Maar waarom zijn jullie verkleed als de Kerstman en de Wintervee? De echte Kerstman en Wintervee waren te druk om vanavond langs te komen. Ik vind jullie de beste Kerstman en de beste Wintervee ooit. Jongens, kijk! Het begint te sneeuwen! Dus daarom hadden de Kerstman en de Wintervee het vanavond zo druk. Ze waren verse sneeuw aan het maken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Kittens, luister eens, de Kerstmama en papa de Wintervee hebben misschien nog wat cadeautjes voor jullie bij zich. Papa en mama hadden wat kleine cadeautjes voor de kittens meegebracht. Ze pakten hun pakjes uit, terwijl de sneeuw buiten zorgde voor een winters landschap. Sneeuwschansen en snowboards. Op een winterse ochtend konden de Kitty Cats niet wachten tot ze naar buiten mochten om met hun sleetjes van de schans te glijden. Oh, goedemorgen, lieve kittens. Waar gaan jullie naartoe? Sleetje glijden van de schans. Maar het had 's nachts gesneeuwd en de schans was bedekt onder een dikke laag sneeuw. Waar is de schans gebleven? Nou, dan glijden we toch van de berg die bovenop de schans ligt. Goed idee! Miauw, 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 miauw! Dit wordt geweldig! Maar hun sleetjes zakten weg in de losse sneeuw. Dit is veel lastiger dan glijden van de schans. Hey, volgens mij ligt hij hier ergens. Dan graven we hem uit, oké? Dat is een makkie! Kom op, jongens! Maar de schans uitgraven bleek lastiger dan ze dachten. Voordat we hiermee klaar zijn, is het waarschijnlijk al zomer. Papa! Wil je helpen om onze schans uit te graven? Ja hoor, dat wil ik wel. Zodra dit spannende snowboardprogramma is afgelopen. Oh, wauw. Ik wil ook snowboarden op een schans. Voor een snowboard heb je een veel grotere schans nodig. Onze schans is daarvoor niet veilig genoeg. Nou, op dit moment hebben we helemaal geen schans. Mama! Wil jij ons helpen onze schans uit de sneeuw te graven?
Het spijt me, lieverds, maar ik moet sporten. Als de schans onder de sneeuw ligt, dan gaan jullie toch met iets anders spelen? Maar de kitty cats wilden niet met iets anders spelen. Ik hoorde dat als je zout op sneeuw strooit, de sneeuw gaat smelten. Maar wat als de sneeuw ook de schans laat smelten? Misschien lukt het met een bulldozer. Die graaft onze schans er zo weer uit. Ik ben bang dat een bulldozer meer weggraaft dan sneeuw alleen. Hey, onze schans! Wacht, we maken gewoon een gigantisch grote sneeuwbal. Die rollen we van de berg, zodat hij de sneeuw meeneemt. Wat een goed idee! Dat is nog eens een grote sneeuwbal. En nu moet hij er alleen nog afrollen. En hup. En hup. En... Oh! Wie is daar? Dat is vreemd. Er is niemand. Oh! Nu lag de schans onder nog meer sneeuw dan daarnet. Zelfs een bulldozer krijgt onze schans niet uit die berg sneeuw. Ik heb een heel goed idee. Kunnen jullie me even komen helpen? Hey, dat is papa's snowboard. Het bleek dat papa's snowboard heel geschikt was voor de losse sneeuw. Wow! Oh, wow! Oh, wow! Het sporten is niet doorgegaan, maar dit ziet er ook wel heel erg leuk uit. Mag ik even? Hoera! Miauw, 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 miauw! Deze grote heuvel is perfect voor snowboarden. Hit! Grote papakat laat wel even zien hoe het moet. In de sneeuw kun je veel plezier beleven. Zeker als je met z'n allen in de sneeuw speelt. Oudejaarsavond. Het was oudejaarsavond en de hele familie was bij elkaar om het nieuwe jaar te vieren. Zeg, kittens, vandaag hoeven jullie niet om 9 uur naar bed, maar jullie mogen tot middernacht opblijven voor de jaarwisseling. Jullie mogen vanavond voor het eerst opblijven, net zoals de grote katten. Hoera! Miauw, 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 miauw. Opblijven tot middernacht. Oudejaarsavond is een pracht. Het is nieuwjaar als de kleine en de grote wijzer bovenaan staan. Dan hoeven we nu alleen nog maar te wachten. En 5 minuten later... Hoe lang nog tot nieuwjaar? Ik verveel me een beetje, jongens. Dan moeten we iets gaan doen. Zullen we mama gaan helpen? Mama? Mam? Mama, oh. We willen je graag helpen. Oh, bedankt, kleine kittens. Maar ik red dit zelf wel. Oké, dan gaan we papa helpen. Papa, heb je hulp nodig? Dat is lief van jullie, kittens. Maar ik ga alvast het vuurwerk buiten klaarzetten. En dat is geen werk voor kleine kittens, sorry. Zullen we anders dan maar televisie gaan kijken? Dan gaat de tijd waarschijnlijk lekker snel voorbij. Oh, dat is ons lievelingsprogramma. Leuk! En toen sloeg de klok 9 uur. Oh. Hey, niet slapen, pas op. Komt vast door de tv. Wat? Nee, dat is omdat we normaal altijd om 9 uur naar bed gaan. Maar als ik in slaap val, dan mis ik de pret. Hey jongens, we moeten emmers water op ons hoofd zetten. Kijk zo, want met een wiebelige emmer op je hoofd val je niet in slaap. Ja, maar wat als hij toch valt? We mogen niet kleddernat zijn als het nieuwe jaar start. Want hoe je het nieuwe jaar begint, nou, zo blijf je het hele jaar lang. Hey, weet je wat? We gaan lekker naar buiten. Daar is het veel te koud om in slaap te vallen. Maar hoe begin je het nieuwe jaar als je veranderd bent in een ijsblokje?
Ik heb een supergoed idee. We kunnen de cadeautjes inpakken die we voor onze vrienden hebben gekocht als nieuwjaarscadeaus. Dan blijven we vast en zeker wakker, jongens. Cadeautjes inpakken kan heel leuk zijn. Maar ook heel erg vermoeiend. Hey Snoepje, Cookie, Pudding, het is al bijna middernacht. Oeh, kijk nou, een hele berg nieuwjaarscadeautjes. Laat ze maar even lekker verder slapen. Het is wel jammer. Ach, nou ja. We proberen het volgend jaar gewoon weer opnieuw. Gelukkig had Snoepje de wekker gezet, zodat ze nieuwjaar niet zouden missen. Goedemorgen allemaal. Oh nee, we zijn in slaap gevallen en hebben het gemist. Je hebt nog een half uur tot middernacht en je hebt nog niets gemist. Ik ben uitgerust en klaar om te feesten. En vijf, en vier, en drie, en twee, en één. En dan gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Miauw, 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 miauw. De vriendjes van de Kitty Cats waren ook opgebleven. Gelukkig nieuwjaar. De kittens gaven elkaar hun cadeautjes. Hey, papa gaat buiten vuurwerk afsteken, jongens. Het eerste grote kattennieuwjaar van de Kitty Cats was een succes. Met vriendjes, vuurwerk en cadeautjes. En de kleine kittens waren helemaal niet moe. Dromen op bestelling. Op een ochtend vertelden de Kitty Cats elkaar wat ze hadden gedroomd. Ik droomde dat ik in een bootje aan het varen was op een rivier. Ik droomde dat ik een hele mooie nieuwe jurk had. Ik droomde dat ik een snoepje at, zo groot als mijn hoofd. Ik vraag me af, als je zelf een droom bedenkt, kun je die dan ook dromen? Ik weet het niet, maar laten we het proberen. Als dat ons gaat lukken, dan kunnen we voortaan dromen wat we maar willen. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Oké, ik wil dromen dat ik op de oceaan vaar in een hele grote boot. Ik wil dromen dat ik een prinses ben in een kasteel. Ik wil dromen over allerlei soorten vlinders. Die avond legden ze elk hun tekening onder hun kussen. Verhaaltje, vanavond lees ik voor uit een geluisterde kat, een heel bekend sprookje. Hey, is het alweer ochtend? Ik ben bang van wel. Het heeft helemaal niet gewerkt. Ik droomde dat ik probeerde te vissen en alleen maar laarzen ving. En mij is het ook al niet gelukt. Nou ja, ik bedoel, ik was wel een prinses, maar in mijn droom woonde ik in een grote laars. Dat is omdat papa ons heeft voorgelezen uit de gelaarsde kat. Zeg, Pudding, waren er ook laarzen in jouw droom vannacht? Nou en of. Ik droomde dat ik hele gekke laarzen vol snoepjes aan had. Waarom is er toch altijd eten in jouw dromen, Pudding? Ik weet het niet. Misschien is het wel omdat ik altijd aan eten denk vlak voordat we gaan slapen. Pudding, je bent een genie. We moeten overdag denken aan de dingen die we willen dromen. Dus dachten de Kitty Cats die dag aan die dingen waar ze 's nachts over wilden dromen. Ik ben een prinses, ik ben een prinses. Een heel groot snelschip, een heel grote snelschip. Allemaal vlindertjes, vlindertjes, heel veel vlindertjes. En toen het tijd was voor papa's verhaaltje voor het slapen gaan... Verhaaltje, Roodkapje en de Wolf. Nee, welterusten. Ja, welterusten. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Schip. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Nou, bedankt hoor. Nou heb ik de hele nacht over vlinders gedroomd. Nou, ik droomde vannacht dat ik een soort prinses was. En ik droomde dat ik aan het varen was op een schip met vlindervleugels erop. Onze dromen lopen door elkaar omdat we elkaar konden horen praten. Ik heb een heel goed idee.
We proberen vandaag niet te praten, dan kunnen onze dromen ook niet in de war raken. De kittens concentreerden zich zo hard op hun droom dat ze er moe van werden. Maar toen ze gingen slapen, waren ze te moe om te dromen. We hebben gisteren de hele dag alleen maar gedacht aan de dingen waarover we wilden dromen. Maar toen droomden we helemaal niets. Ik snap echt niet waarom we onze dromen niet kunnen sturen. Ha, misschien wel omdat het gewoon niet kan. Onze dromen zijn geheimzinnig, prachtig, verrassend. Dat maakt dromen zo bijzonder. En als we willen dat onze dromen avontuurlijk zijn, dan moeten we zorgen dat we overdag zoveel mogelijk interessante dingen doen en beleven. Hey, goed idee! Miauw, 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 miauw! De kittens ontdekten die dag allemaal nieuwe en interessante dingen. En na die belevenissen vielen ze snel in slaap. En alle drie de katjes werden verrast door de meest bijzondere en de meest wonderbaarlijke dromen. Op een dag wilde papa een foto maken van een grote walvis. Om mee te doen aan een prijsvraag van een natuurtijdschrift. De hele familie ging in opa's boot de zee op. Oké, even lachen. Ahoy! Haha! Is iedereen klaar voor een avontuur op zee? Oh ja! Miauw, 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 miauw! Grote walvis, kom nou. Ik wil een foto maken. Ik dacht dat ik iets hoorde. Ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Pudding. Dan heb je last van zeeziekte. Wat betekent dat, zeeziekte? Betekent dat dat Pudding een vissenstaart en kieven krijgt? Of verandert Pudding dan in een glaasje oceaanwater? Ik wil geen oceaanwater worden. Ik voel me al zo ziek. Cookie, Snoepje, maak jullie broertje nou niet zo bang. Je bent zeeziek wanneer je buikje een beetje van slag is door de bewegingen van de golven. Hey, Pudding, wat afleiding helpt ook. Waarom ga je niet iets lekkers voor ons vangen voorbij het eten? Hey, als je een walvis vangt, vergeet me dan niet te roepen, hè? Door het vissen voelde Pudding zich alweer stukken beter. Walvis, walvis! Hè? Oh, jammer, te laat. Snoepje hielp mama met de lunch. Misschien kun je beter die brutale zeemeeuwen voeren. Straks is er niets meer over voor de lunch. Oh, wow! Ja! Oh, nou ben ik alweer te laat. Cookie nam een kijkje bij opa in de kajuit. Het belangrijkste is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Cookie, kom hier, probeer maar eens. Ha! Volgens mij kan ik het al best wel goed, opa, hè? Belangrijk is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Plotseling stak er een flinke wind op. De golven werden steeds hoger. Lieve help! Oh, weer te laat. Cookie. Zorg dat je het roer goed recht houdt, oké? Ja, nou goed recht. Oeps.
Al gauw ging de wind weer liggen en stopte de boot met dijk. Dat is een lekker dutje. Het is vandaag mooi rustig op zee. Hoera voor kapitein Cookie. Goed gevaren. Oké, even lachen. Oh, volgens mij heb ik beet. Hey, papa heeft zijn walvis gevonden. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Even lachen, jongens. Het was nog best lastig om een foto van de walvis te maken. Maar met hulp van de hele familie maakte papa een nog mooiere foto dan hij had verwacht. Wilde avonturen. Op een dag nam opa de kittycats mee naar het park. Hey, luister, kittens. Vandaag ga ik jullie voorbereiden op wilde avonturen. Wilde avonturen? Echt? Ik leer jullie hoe je kunt overleven als je verdwaalt in de wildernis. We gaan wilde avonturen beleven. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Stel je voor, we zijn in een wild bos vol met... avonturen! Nee, het bos zit boordevol dik struikgewas. En het pad is niet meer te zien. Kijk dan waar het mos groeit. Die kant is het noorden. De mosvrije kant ligt op het zuiden. Onthoud dat goed, dan kun je nooit meer verdwalen. We verdwalen sowieso niet, opa. Zitten die wegwijzers daar? Oh. Kijk, die blaadjes, daar kun je kleine bekertjes van maken. En die kun je gebruiken om water in op te vangen. Of eten. Of je kan gewoon eten en drinken kopen in het winkeltje. Oh, kom, even kijken wat voor lekkers ze allemaal hebben. Nee, nee, kittens. Eerst ga ik jullie nog wat leren. Kom maar met me mee. Opa liet de kittens zien welke bessen veilig zijn om te eten. En hoe je insecten verdrijft. Vlieg op! En hoe je een afdakje maakt waaronder je kunt schuilen. En dit is een hele handige knoop. Die komt goed van pas, kijk. Wanneer gaan onze wilde avonturen nou eens beginnen, opa? Ja, we zijn ondertussen wel klaar voor avontuur. Zijn jullie er klaar voor? Oké, dan. Kijk, dat eiland, daar gaan we naartoe. Daar. Hoera! De kittycats namen alles mee wat je nodig hebt op wilde avonturen. Koekjes en vruchtensap. Hey, kijk dat mos. Dat betekent dus dat dit de noordkant van het eiland is. Kom mee, dan gaan we de andere kant van het eiland ontdekken. Ik vind het wel tijd om terug te gaan naar de boot voor iets lekkers. Zo te zien hadden de kittens de boot niet vastgemaakt zoals opa ze had geleerd. Oh nee, nu moeten we voor altijd op dit eiland blijven. Maak jullie nou maar geen zorgen. Jullie mama en papa komen ons voor het donker weer ophalen. Oeh, maar zo te zien gaat het zo regenen. Dan maken we een schuilplaats. Ik heb zo'n trek. En ik heb erge dorst, maar al onze spullen liggen nog in de boot. Weten jullie nog? We kunnen regenwater drinken. Hoe dan? Moet ik met open mond in de regen gaan staan? Maar dan word ik toch hartstikke nat. Ik weet wat we kunnen doen. De kittycats herinnerden zich weer wat opa ze had geleerd. En toen ze later allemaal aan wal stonden, wachtte hen daar een leuke verrassing. Mama! Papa!
Nou, jullie opa stuurde ons een berichtje dat we jullie moesten ophalen aan de noordkant van het eiland. Oh, jullie lippen zijn blauw van de kou. Wel nee, mam. Dat is van de blauwe bessen. We hebben het allemaal wilde avonturen beleefd. En opa heeft ons van alles geleerd. We hadden die koekjes en dat sap helemaal niet nodig. Het was vandaag echt geweldig. Miauw, 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 miauw. De Kitty Cats en opa hadden een leuke dag gehad. Wilde avonturen zijn hartstikke leuk. Als je maar weet hoe je jezelf kunt redden. Wie is het stilst? Op een dag wilde mama werken aan haar nieuwe modeontwerpen. Mama! We willen een piratenschip bouwen in de tuin. Want dan kunnen we avonturen beleven op zee. Wat een leuk idee. Roep me maar als het schip af is, lieverd. Maar we hebben nog wat nodig, zoals dozen, lijm, touw en misschien ook nog wat andere dingen. Oh. Mama hielp de kittens met uitzoeken wat ze nodig hadden en liep met ze mee naar de tuin. Maar weer eenmaal binnen kon ze de kittens nog steeds horen. En ze kon zich niet concentreren. Maar dat piratenschip was mijn idee. Maar ik maakte de tekening. Ja, maar ik heb bedacht hoe we hem gaan bouwen. Ja, en? Kittens, waarom spelen jullie niet? Wie is het stilst? Wie is het stilst? Ja, de kitten die het langste stil is, is de winnaar. En dan maak ik voor de winnaar een eigen vlag voor op het schip. Oh, te gek! Dat wordt dus een vlag met een ster als ik straks heb gewonnen. Ik wil een vlag met bloemetjes. Eén met een paddenstoel. Oké, jongens. Shh. Wie is het stilst is nu gestart. Wie nu als eerste een woord zou zeggen, zou het spel verliezen. De Kitty Cats gingen verder met de bouw van hun schip. Maar dat bleek nog best lastig zonder woorden. Pudding stelde voor een mast te bouwen van oude skis. Maar Cookie dacht dat Pudding wilde gaan skiën. Midden in de zomer. Cookie snapte er helemaal niks van. Je kunt toch niet skiën op gras? Maar toen dacht Pudding dat Cookie wilde skiën. En daarna probeerden Cookie en Pudding te begrijpen wat Snoepje ze wilde zeggen. Stelden ze nu voor om het tafelkleed te gebruiken om op te skiën? Of wilden ze een spook spelen? Of wilden ze misschien een groot schilderij maken? Toen werd het toch nog duidelijk. Ze zei dat het tafelkleed heel geschikt was als zeil. Ze hoefde het alleen nog even aan mama te vragen. Maar niemand wilde als eerste praten en daardoor het spel verliezen. Door de stevige wind werd de tafelkleed bijna weggeblazen. Ze wisten wat ze moesten doen. Mama roepen. Maar wie van de kittens zou roepen en daarmee het spel verliezen? Ha, ziezo, dat is klaar. Mama! Help! Oh, mama! De was was gered. Maar alle drie de kittens hadden het spel verloren. Oké, jongens, wat moet er op jullie vlag komen te staan? Een paddenstoel, bloemen of een ster? Wat? Maar hebben we dan niet verloren? Ja, we hebben alle drie gepraat toen we je riepen. Dan hebben we dus alle drie het spel verloren. Maar jullie hebben het zo goed gedaan. Jullie hebben het schip in stilte gebouwd. En jullie spraken alleen toen het echt nodig was. Dus jullie hebben alle drie gewonnen. Hoera! Miauw, 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 miauw!
Wie is het stilst, bleek een heel leuk spel. En mama maakte niet alleen een vlag voor op hun boot, ze liet de kittens ook het tafelkleed gebruiken als zeil. Waren de Kitty Cats bij opa op de vuurtoren. Ze verveelden zich een beetje. Hé, hey, ik zie ontevreden kittens aan de horizon. Waarom zo somber, kleintjes? We zijn vergeten om ons speelgoed mee te nemen. En ik heb ook geen boeken bij me. En nu vervelen we ons een beetje. Haha, dan is dit de kans om jullie te vertellen over mijn luchtballonavontuur. Daar vliegt de verveling voorbij. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kom mee, dan vertel ik jullie in welke land ik allemaal ben geweest en wat ik daar allemaal heb gezien. Ja, kijk, ik was in Zuid-Amerika, hier, in IJsland, hier, in Afrika, China, Indonesië, Botswana, Tunesië en zelfs de Noordpool. Kijk, hier. Zijn jullie soms niet geïnteresseerd? Nee, ja. Het spijt ons, maar het is alleen maar een lange lijst met namen. Het is saai om u met een stok op een kaart te zien wijzen. Ja, oké, dan vertel ik jullie over mijn reizen met een fotoboek erbij. Om te beginnen, in dit boek over Zuid-Amerika zien jullie de grootste waterval die ik daar gezien heb. Maar op die foto lijkt hij niet zo groot, opa. En ik vloog over deze actieve vulkaan in IJsland. De kokende lava en de rook waren maar echt van... Maar ik zie helemaal geen kokende lava. Nou ja, die vulkaan was nog niet actief toen we deze foto maakten. Kom nou, een kleine zwart-wit foto. U vertelt spannende verhalen, maar het ziet er niet spannend uit. Ja, het zou veel spannender zijn wanneer je die spannende dingen in het echt kon zien. Ik heb een heel goed idee. Wat we zouden moeten doen, is echt op reis gaan. Goed plan, wanneer vertrekken we? Dan gaan we met een hete luchtballon. Ik zou wel willen, kittens, maar de vuurtoren moet 24 uur per dag bemand zijn. Oh. Maar hey, je kan ook mooie avonturen beleven door gewoon je fantasie te gebruiken. Je fantasie? Opa zette de hete luchtballon van de kittens klaar. Kom op, in het mandje. En nu je oogjes dicht. En stel je voor dat jullie in een hete luchtballon zitten, hoog in de lucht. Wow. Oh, kijk nou, een vriendelijke kraai. En toen begon het harder te waaien. Het is alsof we in een orkaan vliegen. En het ging steeds harder stormen en het begon te regenen. Die regenstorm houdt ons niet tegen. We zijn dappere ballonvaarders met een missie. Oké, laat jullie fantasie gaan en vlieg. Vlieg! Met je fantasie kun je overal naartoe. Vlieg over een waterval in een luchtballon. Over een vulkaan en naar de horizon. Je komt echt overal met fantasie. Met fantasie, met fantasie. Want fantasie is grenzeloos. De mogelijkheden eindeloos. Met fantasie. Met fantasie. Wat was dat een fantastisch ballonavontuur. Ja, kunnen we nog ergens anders naartoe vliegen met onze ballon? Ja, natuurlijk kan dat. Maar we gaan nu eerst even wat eten. Zijn die broodjes niet een beetje saai? Ja, misschien wel. Dit klinkt als een klusje voor onze fantasie. Laten we net doen alsof dit broodjes zijn van een verre planeet. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden ontdekt dat ze met hun fantasie overal naartoe konden.
Zelfs helemaal naar de maan. Schaakvrienden! Op een dag nam Pudding zijn schaakbord mee naar de speeltuin. Cookie, heb jij zin om met mij te schaken? Niet echt, Pudding. Ik vind schaken met jou niets aan. Jij wint altijd. Hé, Snoepje, wil jij met me schaken? Ik kan niet schaken. Hé, bah, ik wil later schaakkampioen worden, maar niemand wil met me oefenen. Hey! Pudding, zullen we vragen of een van onze vrienden zin heeft om met je te schaken? Hé, ja! We gaan een geschikte tegenstander voor je zoeken. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De eerste vriend die wel met Pudding wilde schaken was Cupcake. Waarom speel je eigenlijk alleen maar met die pony? Dat is geen pony, maar een paard, Snoepje. Gewoon omdat ik die het allermooiste vind. Zo, schaakmat. Je hebt verloren. Ja, en dan? Ik ga het anders doen. De volgende tegenstander was Vlekje. Ik wil alleen als ik met zwart mag spelen. Ik pak jouw pion. En hey, nu jouw paard. En nu nog een pion. En schaakmat, ik win alweer. Alweer? Het bleek nog niet mee te vallen om een goede tegenstander te vinden. Ik zet hem daar. Nee, wacht. Daar. Of daar. Of daar. Oh, sorry. Mag ik een ander stuk pakken? Carrie, ik pak jouw loper. Wat? Maar ik ben toevallig dol op die loper. Die vind ik het allermooiste van het hele spel. Ik heb geen zin meer. En tot slot speelde de slimme dart een spelletje tegen Pudding. Geloof het of niet, ik heb nooit eerder geschaakt. Wauw, wat? Wij hadden verwacht dat jij wel kon schaken. Pudding legde dart uit hoe je de verschillende stukken over het bord beweegt. Waarom mag het paard alleen zo bewegen? Waarom mag hij niet over het bord galopperen? En waarom mag de koning maar één vlak per keer? En mag de koningin alle kanten op? Nou, ja, zo zijn de spelregels. Nee, sorry. Schaken zegt helemaal niets voor mij. Als ik niemand heb om mee te schaken, word ik later nooit schaakkampioen. En dan win ik dus ook geen medailles. Medailles? Oh, wacht even! Papa heeft toch allemaal schaaktrofeeën in de kast op zijn kamer? Ja! Dat betekent dus dat papa heel goed kan schaken, Pudding. Nou, schaakmat. Huh? Huh? Goed gedaan, hoor, Pudding. Hoe kun je nou zo snel verliezen? Je bent de kampioen! Kijk hoeveel prijzen je hebt gewonnen. Die zijn niet van mij, die zijn van mama. Ze speelde vroeger schaken op school. Zij was de beste en won altijd de eerste prijs. Ha! Ik heb een heel goed idee. Je moet met mama gaan schaken. Schaakmat. Wauw, wat goed. Nou, Pudding, goed gespeeld, hoor. Zo te zien hebben we een nieuwe schaakkampioen in onze familie. Hoera! Miauw, 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 miauw! Papa verraste iedereen met een mooie taart in de vorm van een schaakbord. Jullie papa is misschien geen schaakkampioen, maar hij is wel kampioen taartenbakken. Schaak, hop en mat. Zo vond Pudding een waardige tegenstander en bedacht papa een lekkere nieuwe tractatie voor bij de thee. De goudvis. De kittycats hadden papa en mama gevraagd om een huisdier. Jullie mogen je ogen weer open doen. Oh, wauw, kijk, een goudvis! Zullen jullie goed voor haar zorgen? Jullie moeten haar voeren en het water verversen. Dat gaat jullie vast wel lukken. Miauw, 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 miauw!
moeten samen heel goed voor ons nieuwe huisdier zorgen. Laten we haar voeren. Geef haar maar een lekker stukje brood. Nee, dan zorgen we niet echt goed voor haar. We moeten haar iets geven wat echt lekker is. De kittens wilden de vis een groot stuk van papa's taart geven. Kijk, visje, eet smakelijk. Nee, wacht. Jullie kunnen niet zomaar van alles in de vissenkom doen. Dit is speciaal vissenvoer. Vissen eten maar heel weinig. Dus je hoeft er maar een heel klein beetje te geven. Ik zou echt nog uren naar haar kunnen blijven kijken. Het is heerlijk buiten. Gaan jullie maar even lekker in de tuin spelen. Even een frisse neus halen. Mag de vis met ons mee naar buiten? Natuurlijk mag dat, lieverds. Maar wees wel voorzichtig met haar. De kittycats lieten vol trots hun nieuwe huisdier aan hun vriendje zien. Ik vind haar echt ontzettend prachtig. Ze kan echt super, super goed zwemmen. Mag ik haar eten geven en een stukje met haar gaan wandelen? Oh, dat wil ik ook! Dat wil ik ook! Ik ook! Boris, je bent lang genoeg geweest. Nu mag ik. Oh, de vis kijkt een beetje verdrietig. Misschien kunnen plaatjes van zeedieren haar een beetje opvrolijken. Dit is een inktvis. En dit is een blauwe vinvis. Ik denk dat dat boek haar alleen maar verdrietiger maakt, hoor, Pudding. Ik vrolijk haar wel op. Blije, blije, blije vis! Misschien heeft ze honger? Hij is leeg! Ik weet al wat er is. Weet je nog, mama zei dat vissen maar heel weinig eten. En wij hebben haar het hele potje gegeven. Oh, dat arme visje. Wie zou daar nou niet verdrietig van worden? Stel je eens voor dat iemand zoveel eten in jullie kamer gooit. Oh, en het water moet nodig verschoond. Weet je, het water is voor een vis wat lucht is voor ons. Stel je toch voor dat de lucht hier ineens net zo vies was als dat water. Het stinkt hier echt verschrikkelijk, zeg. Je hebt gelijk. Ik snak naar frisse lucht. Ik denk toch niet dat jullie drie al klaar zijn om voor een huisdier te zorgen. Dus ik breng de goudvis maar weer terug naar de dierenwinkel. Nee, mama, wacht. Geef ons alsjeblieft nog een kans. Ik beloof je dat we nu wel goed voor haar gaan zorgen. We geven haar maar een beetje te eten, niet te veel. En verversen iedere dag het water, beloofd. Nou, zo te zien voelt de vis zich alweer stukken beter. En deze regenboog is voor in haar kom. Daar zal ze zeker veel plezier aan beleven. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Dit was het verhaal over hoe de goudvis bij de familie kwam wonen. En hoe de kittycats goed voor haar leerden te zorgen. Katjes in de kelder. Papa nam wel vaker iets lekkers mee uit de fabriek. Maar vandaag was het iets bijzonders. De snoepfabriek heeft een nieuwe lekkere taart in het assortiment. Met heerlijke chocoladevulling. Lekker! Dat klinkt zeker erg lekker. Zullen we het eens proberen? Dan nemen we zo een stukje bij de thee. Mama nam de taart mee naar de keuken en ging thee zetten. Mama! We willen je graag ergens mee helpen. Mogen we je helpen, mama? Maar natuurlijk. Weten jullie waarmee jullie me kunnen helpen? Door de frambozenjam te pakken. Miauw, 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 miauw! De jam staat op de grote plank beneden in de kelder. Wat? De kelder? Mama bewaarde alle potten en blikken beneden in de kelder. Ah. Waar wachten we op? Kom mee! Niks aan de hand!
is dit dan? Zuur, heel erg zuur. Bah, deze is heel zout. Ik wil die smaak kwijt. Ah, mond in brand. Heet, heet, heet. Ah, wow, ik ga nergens meer van proeven. We zijn hier niet om te proeven. We zijn hier voor de jam. Precies. Mama vroeg of we frambozenjam voor haar wilden halen. Maar hoe gaan we die hier vinden? De potten hebben etiketten. We moeten er eentje zoeken met een framboos. Op deze staan kersen. Kelder skiën! Rijden maar, kleine koffer! Op deze staat een wortel. Hé, hey, kijk eens! Wat staat hierop? Kool, zo te zien. En dit hier dat zijn... Dat zijn geen frambozen. Die zijn super duper heet. Ja, natuurlijk zijn die heet. Op het etiket staat een pepertje. Hé, hey, kijk, ik zie hem. Ja, dat is een framboos. Ja, gevonden! Maar er zit geen pot bij. Dan moeten we dus op zoek naar een pot zonder etiket erop, toch? Nee, 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 nee. Dat is nog eens een grote pot, jam. Maar nu moeten we de pot nog naar mama zien te brengen. Maar de pot bleek ontzettend zwaar. Oh. En als we hem nou op zijn zij leggen en rollen? Oh. Hij is toch niet kapot? Hij is nog heel. Nu hoeven we hem alleen nog maar naar boven te rollen. Alleen nog maar? Fijn, nou moeten we opnieuw beginnen. We kunnen de jam ook anders hierop eten. En dan gaan we daarna naar boven om thee te drinken. Maar als we het op die manier doen, hoe krijgen papa en mama dan een jam? Dan brengen we de tafel naar beneden en doen we thee en taart in de kelder. Uitstekend plan, want ik denk niet dat ik veel langer kan wachten op de taart. Maar de tafel was veel te groot. We moeten een groter kelderluik. Straks krijgen we helemaal geen taart met jam en thee. Ik heb een goed idee, denk ik. We zetten de tafel terug in de eetkamer en we doen wat jam in dit glas. Cookie, Snoepje en Pudding, lieverds, jullie hebben de jam in de kelder gevonden en waren zo slim om de jam naar boven te brengen in een glas. Ja, dat mooie glas frambozenjam staat vast heel mooi op tafel, naast onze lekkere nieuwe taart. We hebben gevonden! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden flink trek gekregen van hun avontuur in de kelder. En de chocoladetaart met frambozenjam was erg lekker.